Dit is alweer de 5e KFPS-vlog. In de vorige vlog was ik met Geertje Zandstra op pad en hebben we gezien hoe zij Mary insemineerde. Gelukkig hoeven we in de vlogs niet 330 dagen, oftewel 11 maanden, te wachten totdat de dracht voltooid is. Want bij ons op stal zijn al 2 Mary's bevallen van een Maryveulen. En ik wil jullie dat graag laten zien. Een verspoedige dracht begint met een fitte Mary. Het eerste teken dat het veulen bijna komt, is het kegelen. Het uier van de Mary zwelt dan op en er komen harsachtige druppels aan het uier te hangen. Deze beelden heb ik een beetje versneld, omdat het anders heel erg lang duurt. De meeste Mary's veulen 's nachts als het rustig is. Wij voorzien de Mary's van een geboortemelder. Er zijn daar diverse varianten van beschikbaar. Daarnaast gebruiken we camera's, zodat we deze beelden ook hebben. In principe kan de Mary het veulen zelf. Dat heeft ze natuurlijk prima geregeld. De Mary begint met het zoeken in de box, is onrustiger. Wanneer de bevalling begint, zal de Mary vaak gaan liggen. Dan trekt de baarmoeder samen en de baarmoedermond gaat openstaan. In deze fase moet het veulen een draai maken. Het veulen lag tijdens de dracht op zijn rug en zal met de bevalling in buikligging geboren worden. De beelden heb ik even wat uitvergroot. Eerst verschijnen de hoefjes van de voorbenen met daarop het hoofdje. Het vlies dat om het veulen zit kan worden kapot gemaakt zodat het veulen lucht krijgt. Dit lukt de veulen namelijk niet altijd zelf en kan zelfs stikken wanneer het vlies blijft zitten. Een geboorte zonder complicaties duurt ongeveer 20 minuten. Het alarm is inmiddels afgegaan omdat de Mary helemaal plat ligt. Ze wordt nu wat onrustig omdat mijn zwager de stal binnenkomt. Zoals jullie kunnen zien haalt hij snel het vlies om het veulentje vandaan. Wanneer de Mary gaat staan, dan zal de navelstreng ook afbreken. En deze Mary is een beetje rillerig. Het is altijd van belang om een Mary met veulen goed in de gaten te houden. Na de bevalling halen wij altijd het geboortealarm weer van de Mary af. Deze heeft nou zijn functie volbracht. Belangrijk is dat de Mary het veulen na de bevalling aflikt. Dit is goed voor de binding met het veulen, maar ook voor het activeren van de bloedsomloop en de ademhaling. Dit was de eerste bevalling die ik jullie wilde laten zien. Dit is onze ster Mary Quinty Day Brent 413 keer Teunis 332 en een Mary Veulen van Arend 515. We gaan nu kijken naar de tweede bevalling. Dit is Juffrouw van het Brillenhof. Dit is een Kroon Sport Mary. Uldrik 457 keer Anton 343. Ze is een eigendom van mijn zus en zwager Hendrikus en Annemarie ter Schuren Rijenga. Ze is drachtig van Mathies 504. Je ziet hier de beelden alvast een beetje ingezoomd. Dit kun je bij deze Mary iets beter zien dan bij de voorgaande Mary. De pootjes die komen er al een beetje doorheen. Het alarm is nog niet afgegaan, dus ze hebben nu nog geen seintje gekregen dat de Mary aan het bevallen is. Het is als fokker erg belangrijk om de 1-2-3 regel in acht te nemen. Dat betekent dat 1 uur na de geboorte het veulen zou moeten staan. 2 uren na de geboorte zou het veulen moeten drinken. Voor een pasgeboren veulen is de eerste biest erg belangrijk. Dit is de eerste melk die de Mary produceert en bevat veel afweerstoffen. 3 uur na de geboorte moet de nageboorte eraf zijn. Het is belangrijk dat deze er in zijn geheel afkomt. Wanneer er delen in de baarmoeder achterblijven, verhogen deze het risico op bloedvergiftiging en dus ook op bevangenheid. Wij doen ook wel eens een knoop in de nageboorte, zodat de Mary er niet op kan gaan staan. We zien nu ook toevallig 2 liggende bevallingen. Een paard kan natuurlijk ook nog staan bevallen. Nou, het alarm dat gaat nu af, want de Mary die gaat nu helemaal plat liggen. Nu krijgt mijn zwager als eerste een seintje dat, op zijn telefoon dat de Mary helemaal plat ligt. Een vals alarm is natuurlijk ook mogelijk, maar het is altijd van belang om toch even polshoogte te nemen. Je hebt het ding niet voor niks. Daarnaast is het ook wel handig om alvast de volgende materialen klaar te leggen. Dat heb ik bij de vorige bevalling niet genoemd, maar wij leggen altijd ontsmettingsmiddel klaar. Emmers met warm water hebben we in de omgeving. Handdoeken, glijmiddel hebben we klaar liggen, mocht het nodig zijn om te voelen of het veulen wel in de juiste positie loopt. Nou, daar hebben we Hendrikus al. Wij hebben deze keer geen staartbandage omgedaan, maar dat zou je ook nog kunnen doen. Je kan ook trekstokken met touwtjes gebruiken om de Mary een handje te helpen bij de uitdrijving. Maar zoals jullie hier zien doet Hendrikus dat met zijn handen.
Daarnaast is het van belang om een schaar en navelklemmetjes in de buurt te hebben. Dan bij een bloeding kun je de navelstreng even afbinden. Daarnaast is het ook van belang om met jodium of andere navelontsmetter dat op de navel van het veulen te druppelen om zo ook infecties te voorkomen. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze vlog ook weer interessant vonden en tot volgende week.